Ja, nog een ruime anderhalve week voordat de Grand Prix van Singapore op het programma staat. En Christian Horner verwacht weer een hele nieuwe uitdaging op het stratencircuit. De RB18 die komt goed uit de verf op circuits zoals Spa en Monza, maar reist volgende week af naar een baan met de meeste bochten van het jaar. Max Verstappen is bezig aan een bijzondere reeks. Met de zege in Italië wist hij overwinning nummer 5 op rij te pakken. Het tekent de dominante vorm van het team, maar ook zeker van de rijder. Inmiddels heeft de Nederlander 116 punten voorsprong in het klassement op de nummer 2, Charles Leclerc. Daardoor heeft Verstappen in principe al wel een theoretische kans om in Singapore kampioen te worden. Al ja, moet natuurlijk daar wel een heleboel voor op zijn plaats vallen. Hoorna blik bij motorsport.com vooruit op de resterende 6 Grand Prix. Ja, het is een enorme taak en er is een enorme variatie aan circuits die nog gaan komen. Singapore heeft in vergelijking met Monza de meeste bocht op de kalender. Het is hobbelig, het is een straatcircuit, dus het is een hele andere uitdaging. We zitten in een goede positie in het kampioenschap, maar we gaan elke race aanvallen en ons best doen en dan komen de punten vanzelf. Dit jaar komt Red Bull op circuits waar een hoge topsnelheid wordt gevraagd, goed uit de verf, maar toch ziet Horner dat de RB18 eigenlijk overal wel goed is. Maar weet je, we zijn snel geweest op Spa, Zandvoort, Monza en zelfs Budapest. Dus op verschillende circuits presteert de auto echt goed. Ja, zo laat Horne dus de feiten zien. Ja, het voordeel van de rechte lijnsnelheid zal naar verwachting op het hobbelige circuit in Singapore te verwaarlozen zijn. En Ferrari en Mercedes hebben dan ook de vertrouwen in een mogelijke overwinning. Horner verwacht dan ook geen gemakkelijk weekend in Singapore en zegt dan ook dat het een van de moeilijkste races moet worden. En als dan Valtteri Bottas ligt, dan rijdt ook zijn teamgenoot Guan Yu Joe ook volgend jaar bij Alfa Romeo. Joe heeft in zijn debuutseizoen veelbelovende dingen laten zien, zo is hij bijvoorbeeld in zijn eerste race al punten te scoren, maar eindigde hij in de resterende wedstrijden slechts twee keer in de top 10. Ja, op de vraag hoe belangrijk het is om nu al te weten of Joe aanblijft voor volgend seizoen, zegt Bottas het volgende: "Dat zou leuk zijn om te weten, maar er is geen haast of stress. Hij past goed bij het team en op dit moment zie ik geen reden waarom hij niet door zou mogen gaan. Ja, ik zou zeker voor continuïteit gaan en het is pas zijn eerste jaar, dus ik weet zeker dat hij een goede stap kan maken voor het tweede jaar. Al dus valt drie Bottas." Ja, en als het aan George Russell ligt, dan gaan de FIA en de vol met elkaar om tafel om te zorgen dat de sprintrace aan elk Grand Prix weekend wordt toegevoegd. De Engels man in dienst van Mercedes die ziet wel wat in het plan en wijst naar de amusementwaarde die ermee wordt verhoogd. Hoewel de teams initieel ook voor het idee waren, werd het plan van Dominicali door de coureurs met gemengde gevoelens ontvangen, waarbij klassementsleider Max Verstappen toch wel het meest uitgesproken was in zijn verzet. Hoewel Russell voorstander is van het idee van de Italianen gaf de mercedes coureur toch wel toe, ja, dat er wel enkele obstakels op de weg liggen. Ik denk dat het voor iedereen best spannend is als je de sprintrace ingaat en je elke dag ergens voor vecht. Maar deze auto's zijn verschrikkelijk complex en je hebt die trainingen nodig om de auto in de juiste positie te krijgen. Zo benadrukt hij dat de vrijtraining toch altijd nog wel van belang zijn. Maar goed, minder tijd om te trainen zorgt er natuurlijk wel voor dat er minder voorbereiding is en dat kan dan weer resulteren in meer onvoorspelbaarheid. Er is zoveel ruimte voor fouten bij de afstellingen en je kunt daar helemaal naast zitten. Met maar één sessie en een paar rode vlaggen of als je een mechanisch problemen hebt, ja, dan is eigenlijk je weekend al voorbij. Maar ik sta er zeker voor open. Misschien moeten we na de kwalificatie en na de sprintraces wijzigingen aan de afstellingen toestaan, zodat we niet vanaf vrijdagmiddag eraan vastzitten. Ja, wat denk jij, is het een goed idee om een sprintrace aan ieder Grand Prix weekend toe te voegen? Laat het weten in de comments hieronder. Blijf nog even bij het team van Mercedes, want het team kent na een periode van dominantie een lastig jaar in de Formule 1. De Zilverpijlen weten zo nu en dan nog wel een klein succesje te behalen, maar de overwinning dat zit er nog altijd niet in. Maar Lewis Hamilton denkt echter dat het zijn team zeker gaat lukken om het gat naar Rebel Racing te verkleinen. Maar toch wil het volgens nog niet lukken om voor een overwinning te gaan. En is het wel duidelijk dat het team van Lewis Hamilton en George Russell nog altijd een grote achterstand heeft op met name Rebel Racing. Maar de Britse coureur weet echter zeker dat zijn team dat weer kan omdraaien richting volgend seizoen. Ik geniet ervan en we hebben de laatste acht wereldtitels gewonnen. Ik heb alle vertrouwen in mijn team en de engineers dat we er weer zullen komen. Omdat we nu te maken hebben met het budgetplafond en de tijd in de windtunnel, is het niet zo simpel en gemakkelijk als dat het voorheen altijd was. Dat betekent echter niet dat we er niet zullen komen. Al dus Lewis Hamilton. Was om dan het gp nieuws van de maandagmiddag. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Nou, vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op die grote rode abonneerknop onder deze video. Op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1-nieuws. Voor nu zie ik je morgen weer. Tot dan. Hoi.